Mensen, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Ruben of Ruben Gaming en vandaag weer een gloednieuwe video van mij in Haarlemstad V2. Er is best veel politie en DayZ online. Daar rijdt zelfs de politie en even kijken. Hier staat DayZ. Dus ik dacht, we gaan even een leuke melding neerzetten. Ik kan alleen niet kiezen uit welke auto. Ik kan alleen niet kiezen welke auto ik zou pakken. Ik denk dat we dan toch maar gaan voor een E-klasse, denk ik. Dankjewel. Het zou fijn zijn. Dan pakken we even de E-klasse. We gaan even kijken. Er is best veel politie online. Ook wat burgers en zo. Vandaag hebben we trouwens ook nieuwe HS aangenomen. Dus ik ga ook even kijken hoe hun dat doen. Even kijken. Hallo heren. Hele goedemiddag. Ik ga gewoon even mijn auto fout parkeren. Kijk of de politie reageert. President, ja. Goedemiddag. Ah, weet je. Hij kent me al. Hey, hallo! Hebben jullie koffie? Koffie. We gaan eerst gewoon beginnen met rustig bakje koffie en zo meteen gaan we echt beginnen. Ja, hoop ik uit dat ik niet voor je poot rij. Oh. Ja, nee. Ja of nee? Wat is het nou? De ene zegt nee, de ander zegt ja. Is het nou ja of nee? Koop koffie, oké, okay, mooi. Nou, dan komen we even door. Dan rijden we gewoon even naar binnen. Kijk, niet voor mijn auto rijden, lopen, dank u. Dan rijden we gewoon even naar binnen, ik word hier gewoon toegelaten bij de DZ. Ik ben de minister-president, zoals je ziet. Dus dan word ik wel toegelaten. Ik ga gewoon even naar beneden, daar parkeer ik even mijn auto. En dan zien we het wel, jongens. Nog lekker een bakje koffie krijgen van ze. Auto netjes parkeren, zo, auto plot. En dan gaan we naar boven. Zo, de DZ, die vind ik ook wel goed hoor, 2,8 miljoen. Goedemorgen. Auto is hier, hallo. Goedemiddag. Ja. Pak dat, kijk eens of ik koffie bij me heb. Lekker man. Oh, lekker. Lekker. Lekker bakkenpleur. Pak het aan. Oké, okay, thanks. Doei. Oké, okay, we gaan er gewoon vandoor. Ik heb hier geen zin in. Ik ga verder. Ik wil criminele zaken doen. Gewoon koffie. Neem gewoon mee in de auto. Even de deur open doen. God, zo, hoppakee. En wegwijzen. Waar staat de politietraining? Wat? Ik snap niet wat ze bedoelen. Even kijken hoor, we gaan even naar boven. Oh god, dit red je niet, dit red ik niet, kutzooi. Oké, we moeten even naar beneden en dan weer opnieuw omhoog. Deze die stelt alleen maar aan het weg. Strefwezen, oei. Gaan we door. Goed, we gaan door. Koffie, kopje koffie is ondertussen omgevallen in mijn auto, dus dat is even kut. Maar dat maakt niet uit. Er rijdt hier een markt, dat is leuk. Want dan kunnen we die namelijk even storen. Volgens mij mogen ze mij niet achtervolgen, of tenminste, ik weet niet of ze het gaan doen. We hebben in ieder geval een markt. Gaan ze me achtervolgen of niet? Gaan ze me achtervolgen of niet? Is er nou? Ja, hij zit geloof ik wel achter me aan. Oh, ik vlieg een beetje. Volgens mij zit hij achter me aan in ieder geval. Hij zit alleen geen sirenes aan. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Wat blijft er nou? Oh, oh shit, zijn sirenes staan aan. Oké. Okay. Dat betekent dat we een technisch probleem hebben. Een klein technisch probleem hebben we dan. We gaan hier gewoon naar links. En we draaien gewoon een rondje met hem. We rijden gewoon even een paar rondjes met hem. Kijk. Gewoon rustig zo'n rondje. Rondje 1. Hé, hey, vriend, ga eens weg. Hallo. Hé. Hey. Ga eens weg. Hallo. Ja, ik wil niet mijn voorbeeld beschadigen, meneer. Dus je moet even weg. Weg man! Idioot, wegwijzen! Kst, ga weg! Ja, hier is stopbord. Zoek het uit, krijg het lekker. Dan gaan we naar links. En dan, ik wou hem eigenlijk niet omdraaien, maar er staan van die lantaarnpalen, dus ik kan hem niet omdraaien. Shit. Dat is vervelend. Hallo! Moet dat geslipt zo? Sorry meneer, de agent. Het spijt me. Niet. Even kijken jongens, we moeten even kijken wat we gaan doen. Ik weet het namelijk nog niet echt precies. We gaan even lekker slim. We gaan gewoon even lekker slippen. Even kijken, waar blijft die agent nou? We gaan gewoon de agent even opwachten. Oh, hier. Laat me zitten. We gaan niet opwachten, hij is hier al. Ik dacht dat hij niet achter me zat. We moeten het alleen even spannender maken. Want met één agent achter me, ja, dat is niet echt spannend. Ik wil gewoon het hele korps even achter me aan hebben. Er zijn twee agenten in. Nee, vier. Hallo! Waarom rijdt er nou weer een burger hierin? Oké, okay, wacht even.
Hele fijne dag. Tot ziens. Oké, dit hebben we even niet gezien. We gaan weer door. Dit hebben we even niet... Ha, zeg! Daarom is hij. Daarom is hij hier. Fijne dag, gast. Hey, doei, hè? Heb ze iets in de radio gezegd? Ik weet het niet. Ik heb geen radio bij, maar ik kan wel de OC-radio pakken. Ik even lekker als OC gaan praten, maar... Dat is niet zomaar de bedoeling. Ondertussen heb ik twee auto's achter me aangezitten van de politie, een markt. Er rijdt hier een VP vol, maar die heeft gewoon niet door dat ik geachtervolgd word. Dus die gaat gewoon lekker rustig verder met zijn dienst. Ik denk gewoon, zoek het lekker uit. Ik ga lekker niet helpen, krijg het lekker. Ik ga gewoon lekker die agent achtervolgen. Ik weet niet waar die heen gaat of die naar het bureau gaat. Oh nee, dan komt er even aan. Wat die gaat doen, I don't know. Ik rijd ondertussen wel te hard langzaam. Dus ik weet niet of die achter me aankomt. Ja, die komt ook achter me aan. Dat is ook helemaal kut. Dat betekent dat ik nu ook de verkeerspolitie achter me aan heb. Oké, okay, echt. Dit wordt niet meer leuk. Ik ga zo meteen de snelweg op. En dan kijken we wel even wat we gaan doen. Ja, die Audi die kan natuurlijk wel even rijden. Dus die, ja, die snijden denk ik niet zomaar af. Dus dat wordt nog spannend ook. Kijk, die blijft gewoon achter hier zitten. Dat is helemaal kut. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Dat is niet waar ik over nou graag. Jongen, hij kan ook gewoon goed draaien, maat. Echt, hem ga ik nooit kwijtraken. Ik weet bijna zeker dat ik hem nooit kwijtraak. Ho! Ho, dat is een boom! Ho! Ho! Oh mijn god. Oké, leg je maar uit. Ik ga er vandoor. Hey, vriend. Adios, amigos. Tot ziens. Oké. Ik heb nog toevallig een pistool in mijn broekzak zitten. Dus ik kan die enigszins pakken. En dat gaan we ook gaan doen. Hey! Vriend! De slaar! Oh ja. Nee, dat trekt haar natuurlijk ook een wapen. Ik schiet gewoon één keer. Kijk of hij ook gaat schieten. Ik ga achter de boom blijven. Hey vriend, de was dan blijven, anders schiet je in je poot, hè? Ho! Dat was raak. Vriend, als je mij raakt, dan schiet ik jou ook. Pipo. Kut, hoor. Mijn wapen is leeg. Kut. Oh mijn god, shit. Sorry voor mijn taalgebruik, dames en heren. Dat spijt me. Zo, alsjeblieft. En een fijne dag. Krijg het even. Oh mijn gek! Ho, skrenk! Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ga er vanaf. Hey, meneer, leuk u gekend te hebben. Ho! Hey, normaal doen. Caps aan. Normaal doen. Je moet even normaal doen, mevrouw. Madame, met wel. Ik ben echt de lul. Dat weet ik nou al zeker. Ik ben echt de lul. Oké. Wij hebben een probleem. We zijn serieus aangehouden. We hebben een collega. We hebben een agent doodgeschoten. En in één keer staat deze doek. Het is niet te geloven. Maar goed, maakt niet uit. Maar wacht even. Ik weet niet wat hij gaat doen, wat er gaat gebeuren met me. Maar ik ben bang dat ik de gevangenis in ga. Oké, meneer. Ja, meneer de agent. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Je bent aangehouden. Ja, nee, dat had ik door. Je hebt poten geschoten wel. Of bijna. Even kijken hoor, heeft hij een auto bij zich? Nee, dat is heel slim. Dat hij geen auto bij zich heeft. Dat is, ja, top. Ik weet niet waar we heen gaan, jongens. Maar heeft hij geen auto staan. Dus we lopen met door ergens heen met hem. Ik weet niet wat de bedoeling is. Wat is nu de bedoeling? Ik weet niet wat nu de bedoeling is, maar... we lopen random ergens heen. I don't know waarheen, maar we gaan het zien zo. Huh? Ja, huh? Dat bedoel ik. Hey, draait die agent weer. Die agent die ik niet heb doodgeschoten. Ik bedoel, dat heb ik niet gedaan, maar ja, die rijdt er weg. Echt, deze DSI-gast, jongen, die weet ook niet wat hij wil, hè. Wat wil jij nou dan? Ik weet niet of hij weet dat ik aan het opnemen ben, die DSI-gast, zal maar niet, maar ik weet niet wat hij wil. Maar ik geloof niet dat hij zelf ook echt doorheeft wat hij wil. Hoppakee, alsjeblieft, hè. Oh, daarachter rijdt DSI. Oké, okay, vriend, hey, de ballen, maar ik ga ervan horen. Ik moet erop een drie uur, krijg het even lekker, zoek het uit. Ik ga maar verstoppen, gast. Ik ga naar de garage toe. Ik wil naar de garage toe. Hij is toerist. Ja, dan kan je niet rijden, hè, Johnny? Zoek het uit. Oké, ik ga hier, ga ik weer naar boven. Ze wachten niet, denk ik. Mag ik open?
Van hier weer omhoog. En dan gaan we hier naar de achterkant. En dan staan we hier vast. Ja, kut. Dit wordt echt een redderactie in de hoofd. Oké. Shit. Ga weg. Kut. Nee, oh mijn god. Ik ben ook zo behoorlijk. Ik let ook gewoon niet op met wat ik doe. Oké. Echt waar, niet te geloven. Oh, in één keer staat er deze hier voor Canis. Hoe komt hij daar zo snel? Hij wist gewoon dat ik erheen ging. Ja, vriend, zoek het uit. Ik ga er vandoor. Ik pak mijn scooter en ik ben weg. Echt, ik weet niet hoe hij weet dat ik daar was. Maar op een of andere manier hebben we echt een IQ van ik weet niet hoeveel. Daar is iemand gechilld, dus die is ook lekker de Sjaak. Maar deze die weet in ieder geval wel wat ze doen. Dus duidelijk. Ze weten in ieder geval hoe ze dit soort dingen allemaal moeten oplossen. Dus zeker even complimenten naar Daisy. Want in één keer staat Daisy voor mijn kop. Ik schiet één keer en ik word gewoon finaal doodgeschoten door ze. Dus zeker even complimenten naar die gasten. Jack en Keizer. Keizer is een nieuwe HR bij Daisy sinds vandaag. Nou, die gasten één. Dat is echt niet te geloven. Die weet echt wel wat hij doet. Dus ja, ik denk dat ik hierbij maar een video moet gaan afsluiten. Want ik denk niet dat het veel beter wordt als dit. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Rij door. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Mocht het nou zo zijn, doe dan zeker nog even een blaarduimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ja, zie ik jullie graag de volgende keer weer. Laters. Oh god, word ik nou weer eens aangehouden? Nee, top.